Onder zeer grote belangstelling is maandag Frank van der Meijden als nieuwe burgemeester van Laarbeek geïnstalleerd in het gemeentehuis. Het college van Laarbeek nam eerst afscheid van Henk Willems als waarnemend burgemeester in het parkpaviljoen in de Muziektuin. Hierbij waren de heer van der Meijden met zijn gezin en commissaris van de koning Wim van de Donk ook aanwezig. De drie Laarbeekse harmonieën brachten de nieuwe burgemeester en zijn gezin een serenade en sloten zingend af met het harmonieke van Bergijk. Daarna toch het gezelschap naar het gemeentehuis, waar de nieuwe burgervader en zijn gezin door een erehaag van Hildebroeders en zusters het gebouw betrad. En alle genodigden. Bij het bezoek van de kerstverse koning Willem-Alexander is het orkest naar de bos getrokken om hem een serenade te geven. Omdat de hoogheden op het podium stonden en wij ernaast, konden wij tijdens alle feestelijkheden mooi naar de kuit van Maxima kijken. We spelen bij vroeger een Kroningswals, zoals wat de rock doet, Den Bosch gedaan heeft. Dan moet er wel aan tellen.